ga je op een totale vreemde speuren. Hoe oud is ook weer? 11? 9? Nee, 10,5. 10,5. Oh ja. Groot, ja. Nou, ze wordt een beetje ongeduldig. Ja. Nou, je mag starten. We gaan starten op een 1100 meter lang spoor. Twee voorwerpen. En een sporenloper natuurlijk. Met één backtrack erin. Dus veel plezier. Ja, dank je. En 20 minuten oud.
Goed zo. Ja, dat is goed. Ontzettend. Ja, knap. Kom maar door. Hij heeft daar die reetjes gezien, hè? Die net overstaken. En geroken. Maar de start was goed. De eerste kruising ging ze ook meteen goed. Ze gaf eigenlijk rechts al meteen aan hier geen spoor. Rechtdoor. En toen kwam ze in de buurt van het voorwerp. En toen begon ze te zoeken naar het voorwerp. En daar leidde jij uit af van, oh, ze is een spoor kwijt. Ik ga terug. Ja, en dat is... precies. En dat lag dus net verder. Ja. Maar wel goed dat je weer teruggegaan bent, nog een keer geprobeerd. Ja, toen zag ik dat die andere kant echt niks was. Dus, ja. En volgens nog een keer, en toen ging je er iets verder door. Maar toen had ze ook zelfs zoiets van, ja, maar nu ga ik niet meer terug hoor. Ja, precies. Nu blijf ik voorop lopen. Dit stuk heb ik al gehad. Hier ligt het stokje niet, maar een eentje verder dan. Misschien ging ze er recht op zitten. Van mij. Ja. Maar ze liep er gewoon 3 meter langs af, hè, langs het stokje. En toch gewoon, tjaka! Terwijl ze op de hoogte van het stokje kwam, ging ze in 1 keer mooi naar rechts. Uh-huh. Maar we hebben nog heel spoor te doen. Het gaat echt beduidend beter elke keer, hè, met Jenna. Om ook op een vreemde te willen speuren. Ja, dat had ze direct door, hè? Ze had je al even gevonden aan het begin. En... Toen dacht ze, oh, dat gaat het niet worden vandaag. Maar het is belangrijk om bij een kruising eigenlijk niet binnen de 20 meter terug te halen. En dat deed je dus wel. Want ja, dan gaan ze vaak vertwijfeld staan. Maar dan moet je ze gewoon even in een slop gaar laten koken. Dat was de backtrack inderdaad. Heel goed gezien, Jenna. Ze is echt aan het zoeken, dus blijf kijken naar je hond. Dus aan het zoeken naar het spoor. Waar is het nou toch? Ja, dat zijn die vervelende backtracks. Jenna. Spanning, van hoe kan het nou?
geen spoor. En strak over het spoor. Ja. Maar wat ik probeerde te vertellen net is, als je op zo'n, net zoals die eerste kruising net, dat je dan nooit binnen de 20 meter moet terughalen. Dus als ze daar dan even gaat staan, zo van, dan laat er gewoon eventjes gaan. Je kunt wel je twijfel laten merken, hè, dat je de lijn laat slippen. Dus zelf stil blijven staan en de lijn laten slippen. Mm-hmm. Maar als ze dan vervolgens weer doorgaat, ga je er gewoon achteraan. En pas als je na 20 meter nog steeds twijfelt, wat je bij dat andere pad inderdaad heel goed deed, dan ga je terug. Okay. Want dan heeft ze is te onzeker in het begin om dat gelijk door te gaan op het pad. Zeker omdat er ook nog een voorwerp ligt. Dus dan heeft ze echt even het voordeel van de twijfel nodig. Maar dat geldt sowieso bij alle kruisingen hoor. Je moet lijn geven. Je blijft toch redelijk dicht volgen, terwijl je hebt een lijn van 10 meter. Dus geef ook 6 meter, minimaal 6 meter lijn. Zich, zag, dus dat komt inderdaad terug. Ook zo'n zigzag, dat is een reden om heel zwaar te gaan twijfelen. Mm-hmm. En om eigenlijk met zekerheid terug te gaan, tenzij ze naar die zigzag weer echt zoiets heeft, ja strak, ik heb het. Ja. Maar als dat niet is, gewoon terug naar de vorige kruising. En als het daar dan toch is, kiest Jana wel weer opnieuw die kant. Dat is een jagerszit. Oh, sorry. Excuse. Ja, loop er maar een keer. Keert niet om. Dus loop het maar gewoon langs, zeg je door. Dit is ook weer zo'n situatie. En als je nu nog gaat twijfelen, dan pas ga je terug. Blijf kijken. Ze zit wel degelijk op het spoor. En nu weet je het weer zeker, dus nu ga je weer inlopen op de lijn naar de 3 meter terug. Hou de lijn een beetje onder spanning. Hier heeft een paardenkoets gereden, zo te zien. Dat was weer heel duidelijk, heel mooi. Ja. Zo moet je het ook vanaf het begin doen, Shanna. Ja, die reetjes die winnen er toch. En dan is het aan de baas om dat te zien. Ja. Te reageren.
Precies, dus? En zie je dat je, als je er maar heel lichtjes tegenhoudt, dat ze meteen omkeert? Ja, je kunt ook zien dat ze wat anders. Ja, heel goed gezien. Ja. Want dat was weer richting die reetjes waar ze weer heen. Ja. En ze was het hele stuk was ze niet aan het speuren. Hè? Was ze alleen maar met de kop omhoog. Ja, ik zag het. Deze kijken of er nog wat verandert. Ja, heel goed. Dus jullie lieten gewoon 20 meter minimaal de gang gaan. Het werd niet beter. Het werd zelfs erger. Dus je wist gewoon genoeg. Ja, en nu gaat die neus naar de grond de hele tijd, zie je. Nou, dan weet je gewoon met zekerheid zit het goed. Dan kun je terug gaan klimmen. Lijkt zich weer helemaal zelf herpakt te hebben. Dat zou knap zijn. Kijk of hij naar links gaat en de reetjes of iets anders doet. Het is ergens anders hoor, dat vertel ik je. Ja, blijkbaar. Ah, ze heeft echt weer herpakt. Ja. Dat is leuk om te zien. Dus naar de grond. Ik dat we in de buurt komen van de sporenloper, dan gaat ze ook hoger. Ja. Maar niet meer zo met de neus helemaal omhoog zo van... Maakt het visueel contact. Ja, maar ze ziet er nog niet, hè? Nee, echt nog, is te laag, hè? Ja. Ja, dat vergis ik me wel. Ik denk, je kunt het toch zien, maar... Ze blijft steeds even de neus naar de grond doen. Check of ze nog goed zit. Nou, dat is een Durf ik het of durf ik het niet? Blij, moet je kijken. Moet je kwispelen. Hè? Ja.